het is de tijd van de jonge vogels. Ja, natuurlijk, het is eind mei, begin juni. En ik zie over de weilanden allerlei jonge kuikens scharrelen. Waaronder deze jonge scholexters, net buiten Amsterdam. Het aardige met die scholexters is dat die kuikens dicht bij hun ouders blijven. Niet alleen omdat die ouders hun jongen beschermen, maar ook omdat die ouders hun jongen nog voeren. En dat is uniek in steltlopersland. De scholexter is de enige steltloper in ons land die zijn jongen voert. De kuikens van grutto's, kievieten, tureluurs kruipen uit hun ei en zijn dan meteen op zichzelf aangewezen. Ze moeten zelf hun kostje bij elkaar scharrelen. Niet de kuikens van de scholexters dus. Die blijven lekker bij pa en moe en eten alles op wat pa en moe uit de bodem op delven. Een wormpje, een slakje of iets anders.